Bijna iedereen speelt wel eens games. Games die we spelen met onze smartphones, of met een controller op de bank, of misschien wel met muis en toetsenbord achter de computer. Dat is natuurlijk hartstikke leuk en leerzaam. Maar het nadeel is dat we meestal alleen maar onze handen gebruiken. Terwijl we als we buiten spelen of sporten, ons hele lichaam inzetten. Nou, ik ben hier in Berlijn, de hoofdstad van Duitsland. En hier is sinds kort het Game Science Center geopend. En daar laten ze zien hoe het ook anders kan. Kun je bijvoorbeeld een spel spelen dat je met je ogen bestuurt. Wat natuurlijk heel handig is voor mensen die hun handen niet kunnen gebruiken. Of wat dacht je van een spel waarbij je je stem moet gebruiken? In dit spel kun je door in de zandbak te graven een complete topografische kaart maken. Met water. Alle lichaamsdelen komen aan bod. De ogen, de voeten, de handen, de oren, de mond, de neus. Nou oké, er is nog geen spel dat je met de neus kunt spelen. Dat zou misschien een beetje stinken. Maar misschien maak jij dat spel wel. Met een beetje hulp kun je zelf games maken. De Zeppelin Game is een game die gemaakt is door 2 kinderen van 5 en 8 jaar oud. En zij hebben het spel ontworpen en hun vader heeft het samen met hun in elkaar gezet. Maar het spannendste wat je hier kunt proberen is virtual reality. Je krijgt deze bril op en opeens ben je in een andere wereld. Je kunt helemaal om je heen kijken in alle richtingen. Nou, binnenkort zijn deze virtual reality brillen ook in de winkel verkrijgbaar. En dat is niet alleen interessant voor games, maar ook voor films. En ik ben hier met filmmaker Harmke Hezen en zij ziet wel wat in virtual reality. Harmke, wat vind jij als filmmaker nou zo interessant aan virtual reality? Wat ik interessant vind, is dat je het gevoel hebt dat je in de film zit en niet, dat je niet alleen maar naar een beeldscherm zit te kijken. Dus je wordt eigenlijk als kijker meegenomen en dan word je een soort speler in een game, maar dan in een film zou je kunnen zeggen. Ja, eigenlijk wel, omdat je zelf kan bepalen welke richting je kijkt. Nou, je ziet het, er is nog zoveel meer mogelijk. Ik denk dat we deze dingen binnenkort wel weg kunnen gooien. Want spelen doe je met je hele lichaam. Ja, toch?